Nou, ik ben Dennis van Wal, pianist van Trotterdam Philharmonisch Orkest. En deze week spelen we een Mozart-overture. En die heet Die Entführung aus dem Serail. En Mozart schreef eigenlijk nooit voor slagwerk, schreef alleen voor symfonieorkest en pauken. Maar in deze overture wordt er inderdaad slagwerk gebruikt. Het idee was om een soort van Turks slagwerk te gebruiken. Dus hij gebruikt een triangel, hij gebruikt Turkse bekkens en een tamburo grande, zoals hij het noemt. Wij hebben dan deze gevonden in de kelder, tenminste collega's van mij, de collega's slagwerkers. Die ziet er op zich wel mooi uit, dachten we, qua formaat voor die overture. Alleen, hij was heel gammel en het vel was kapot. Dus de slagwerkers hebben met z'n tweeën helemaal opgeknapt, nieuwe ringen erop gezet, nieuwe vellen aan de voor- en de achterkant gezet. Oude paukenvellen trouwens, dus dat komt ook weer goed uit. En zo kan die dus toch heel goed gebruikt worden in combinatie met de bekkens en met de triangel. En hij klinkt zo, met een mooie houten stok. Het is niet echt een heel grote tromgeluid, maar voor deze muziek moest natuurlijk allemaal een beetje klein zijn, kleine bekkentjes, kleine grote trommel. En ja, dit leek ons heel erg geschikt. En ik vind het fantastisch klinken.